vijfde minuut wedstrijd. Hoekschop Antwerpen aan de eerste paal wordt gemist. Tweede paal, Lambon, maar die trapt op doelman Petter. En zo geen vroeg doelpunt voor Antwerpen, ziet ook coach Colin Andrews. Volgende fase, opnieuw Antwerpen met Yannick Put. Kap naar zijn linker, zet de bal voor. Jelicic, pan klaar voor Tissa. Maar die komt een teenlengte tekort om de 1-0 voor Antwerpen op het bord te zetten. Vrije trap, Eupen. Milicevic op de vuisten van Kevin Woti. En zo ook geen vroeg doelpunt voor Eupen. Opnieuw Antwerpen. Martin met een ver schot. Een mooie redding van Petter. En zo zijn er toch wel een aantal mogelijkheden voor Antwerpen, ziet ook coach Ost van Eupen. Lange bal naar voren en daar kan Aubameyang achter de bal aan, maar die trapt heel zwak op doelman Woti. Grote kans voor Eupen, maar zwak ingeschoten. En zo gaan we rusten bij een 0-0 stand. Een matige eerste helft, hopelijk krijgen we in de tweede helft meer te zien. Eupen dan. Voorzet van op links en daar weer Aubameyang. Wordt hij ernaast, maar ook de bal niet tussen de palen. En zo geen voorsprong voor Eupen. Kopkans voor Aubameyang. Vrije trap Antwerpen, ruim een uur gespeeld. Jelicic achter de bal, ook Kevin Ores. En Kevin Ores trapt de bal binnen van op ruim 25 meter. De spits is net in de ploeg gekomen voor Tissa en hij trapt de bal fenomenaal achter doelman Petter. We kijken nog even in de herhaling. Hij krult de bal over de muur en mooi achter doelman Petter. 1-0 voorsprong voor Antwerpen. Wat kan Eupen nog? We zijn slechts een minuut later. Vrije trap van op rechts. De bal draait in. En daar staat Diakaté. En die kopt meteen de gelijkmaker tegen de touwen. Antwerpen slechts één minuutje op voorsprong gestaan. En Eupen meteen terug in de wedstrijd dankzij een kopbal van Diakaté. We kijken even. Doelman Woti kan er niet bij. En hij mag vrij inkoppen. En zo meteen na de 1-0 de gelijkmaker van Eupen. Gaat Eupen nog verder op zijn elan. Van op links voorzet en daar staat Aguilar. Maar die trapt niet hard genoeg om de Antwerpen doelman te bedreigen. Oris opnieuw. Hij zet zijn lichaam, wringt zich erdoor in de korte hoek. Maar hij kan niet zijn tweede doelpunt scoren. Het blijft zo 1-1. Hoekschop Eupen, Mombongo, hij kopt de bal naast. En zo eindigt de wedstrijd tussen Antwerpen en Eupen op een 1-1 gelijkspel. En schieten ze er beide weinig mee op.